Bij Revit hebben ze de beste compromis gemaakt tussen veiligheid en ventilatie. De Revit Metric is namelijk slijtvast, maar laat wel voldoende ventilatie door. Ik ben Marjolein van Motor Kleding Center en in deze review ga ik je alles uitleggen over de Revit Metric beschikbaar bij Motor Kleding Center. De Revit Metric is door zijn korte model en zijn sportieve uiterlijk ideaal geschikt voor de wat sportievere rijders. De handschoen is aan de volledige buitenkant voorzien van een 3D mesh materiaal. Zorgt ervoor dat ventilatie van de buitenkant makkelijk de handschoen kan binnenkomen om te verkoelen. En het maakt het ook de ideale handschoen voor de zomerse seizoenen. De handschoen is niet waterdicht, dus hou daar even rekening mee dat hij echt alleen voor de warmere dagen geschikt is. De buitenkant is op de meest kwetsbare delen verwerkt met leer. En dit zien we hier ook aan de binnenkant. Nou, het is gemaakt van een geitenleer. Geitenleer heeft als eigenschap dat het dun is, dus je houdt wel voldoende grip met je stuur. Maar het biedt wel de juiste slijtvastheid wat je herkent van leer. Op de meest strategische delen is er gebruik gemaakt van een slijtvaste stretchstof. Nou, dat zorgt ervoor dat op de plekken waar je dit juist nodig hebt, die bewegingsvrijheid, dat je dit hier ook kunt terugvinden. Dus de vingers bijvoorbeeld, die kun je los van elkaar goed bewegen. Maar hier ook bij de pols zie je dat er een extra materiaal is toegevoegd. En draagt allemaal bij het comfort en de bewegingsvrijheid van de hand. Om de meest kwetsbare delen nog eens extra te beschermen, zien we dat er gebruik is gemaakt van een TPU-slijder. Deze zien we hier terug op de knokkels, hier op de vingers op verschillende plekjes en hier op de handpalmen. Nou, dat zorgt dus voor de meest kwetsbare delen dat deze extra beschermd zijn. Dus bovenop het leer zit het ook nog eens extra. Wanneer we de handschoen aantrekken, dan zien we dat er ook aan comfort gedacht is. De handschoen gaat namelijk open middels een klittenbandsluiting. Deze zorgt ervoor dat je gemakkelijk de handschoen kunt aantrekken en ook weer goed kunt laten afsluiten om de jas heen. Nou, aan de buitenkant hebben we de ventilatie al behandeld. Dit draagt natuurlijk ook bij aan het comfort, is een zacht materiaal, 3D mesh, dus dat vangt juist extra die verkoelende lucht op en dat brengt de handschoen in. Aan de achterkant kan het er ook weer uit, dus het komt echt gewoon door de gele handschoen heen. Hier aan de binnenkant zien we ook op de vingers nog eens extra geperforeerde delen. Nou, dit zorgt er ook voor dat zowel aan de voorkant als aan de achterkant de wind dus van buiten naar binnen gewoon goed door de handschoen heen kan vloeien. Tot slot is er ook nog gebruik gemaakt van een Connect fingertip. Dit wil zeggen dat je je touchscreen gewoon kan bedienen met je handschoenen aan. Hoef je niet uit te trekken. Je navigatie, mobiel kun je gewoon met je handschoen bedienen. Wil je nu weten wat jouw ideale maat is? Klik dan op de video hier in beeld. Natuurlijk ben je altijd welkom om te komen passen. Je kunt langskomen bij een van onze winkels of online op onze webshop. Wil je nu op de hoogte blijven van alles wat we bij Motor Kleding Center doen? Volg ons dan op Facebook, Instagram of abonneer je op ons YouTube kanaal. En vergeet niet om eventjes op het bel-icoontje te klikken. Dan krijg je namelijk een notificatie wanneer wij een nieuwe video online zetten. Ik ben Marjolein van Motor Kleding Center. Dankjewel voor het kijken.